Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland, maar vooral in het noorden zijn er nog brede opklaringen en ook in het zuiden. In de loop van de dag neemt de wolking overal toe, maar vooral vanochtend laat de zon zich nog wel af en toe zien. In de noordelijke provincies valt een enkele bui, verder is het overal droog. Pas aan het einde van de ochtend valt er wat regen of motregen in Zeeland. Vanmiddag breidt de regen zich langzaam verder over het land uit en tegen de avond heeft de neerslag dan het midden- en noordwesten bereikt. Wordt zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond is het overal nat, gaat af en toe ook al hard regenen, ligt de temperatuur rond 14 graden, maar de meeste regen valt komende nacht. Morgen overdag trekt het regengebied dan langzaam weer weg en breekt in de loop van de dag vanuit het noorden de zon weer door. In de regen is het kil 13-14 graden, als het eenmaal droog is, wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Woensdag is een bijzondere dag, dan blijft het vrijwel overal droog. Dat hebben we al lang niet meer gehad. Temperaturen 20 à 21 graden en op enkele plek nog iets warmer. Donderdag is ook lang droog met zon. Pas tegen de avond komt er vanuit het zuidwesten weer regen aan. Vrijdag vallen de enkele buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.